Ga ik Ronald Montfort uitnodigen, hier naast mij. Ronald, van harte gefeliciteerd met jouw benoeming van het team van deze dag. Hoe is het gekomen? Ja, dat is heel bijzonder dat we dit zo hebben gekregen. We zijn natuurlijk al, dit is het 22e jaar dat we in de kartsport zitten. We zijn altijd bezig met het brengen van talent, altijd druk bezig. En ja, dit is een hele mooie waardering. Is dit de eerste keer voor jullie? Dit is voor ons de eerste keer. Dus dit gaat gewoon thuis boven de kachel staan, of niet? Nee, deze komt in de werkplaats te staan, bij de andere trofeeën die onze rijders ons geschonken hebben. Aha, allemaal rijders trofeeën geschonken. Heb je voor morgen nog aspiraties met je team of zeg je weer vooraan zitten? Nou, sowieso vooraan zitten, maar we zijn met Alexander Tsarnibekian zijn we druk bezig om te kijken of we toch nog een ticket voor de World Finals kunnen krijgen. Vorig jaar is hij tweede geworden. Helaas gingen de World Finals niet door. Hij staat nu eigenlijk op een goede positie om alsnog een ticket te kunnen halen. Het is niet de doelstelling, maar het is wel een hele mooie beloning. Ga je mee dan naar die kant op? Ik denk het wel. Nou kijk, in ieder geval hebben we hier een hele echte teambaas die dan ook eventueel mee zou willen naar de World Finals. En eigenlijk gaan we morgen nog een keer beleven dat hij voorop rijdt. Hè? Gaan we zeker doen. Hartelijk dank en heel veel plezier ermee en succes en gefeliciteerd. Dankjewel, fijne avond. Graag gedaan. Jij ook fijne avond en we gaan hierbij afsluiten.